NEC speelde vanavond in Breda de eerste van twee finales en het verloor met 1-0 bij NAC. In het Radverlegstadion creëerde de Nijmegenaren diverse kansen om op voorsprong te komen, maar uiteindelijk kreeg het 6 minuten voor tijd de deksel op de neus. Ja, Ron, je speelt zeer goed. Je geeft helemaal niks weg de tweede helft en dan verlies je met 1-0. Hoe is het mogelijk? Ja, heel sneu voor Heimland natuurlijk. Een bal bij de door, die onderschat wordt volgens mij door Kolaf Dumitschlee uit. En hij staat voor Joris en hij maakt hem goed af wat dat betreft. En, ja, je ziet de tweede helft hoe we spelen, kansen creëren. Ja, je moet er gewoon minimaal 1 inschieten en dat doe je niet. En dan verlies je meteen al. Paasje op Kevin Mayi, die telde ik al. Ja, ik ook. Ik zag geen andere mogelijkheid dan het enige dat lopje over hem heen. Hij kwam goed aan, maar jammer genoeg ging hij er niet in. Maar ik weet zeker dat dit zondag goed gaat komen. De eerste helft al, schot van Dumic net naast. Messe Oet met een mooie paas op Kevin Mayi. Hij wilde er gewoon niet in. Nee, vandaag niet. Dan hopen we dat het zondag wel gaat gebeuren. We putten wel heel veel vertrouwen weer uit deze wedstrijd, vooral de tweede helft. Buiten de uitslag om natuurlijk. Maar goed, we moeten het zondag afmaken. Dat is het allerbelangrijkste. De eerste helft vond ik hun... We wisten dat ze thuis natuurlijk een beetje zouden gaan razen over het veld. Dus we hebben ook gezegd, laat ze lekker uitrazen. Ik denk dat dat de eerste 20, 25 minuten was gebeurd. Maar ja, ze creëren eigenlijk ook niet veel. En daarna hebben wij eigenlijk de hele wedstrijd gedomineerd. Zoals je zegt, we hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Vooral de tweede helft zijn we eigenlijk geen enkele keer in problemen gekomen. Het enige wat er aan schort vandaag is doelpunt. De rode kaart van Golla, wat uiteindelijk geen rood bleek. Jij rende meteen naar de grensrechter toe. Had je ook in je hoofd dat de videoscheids gezocht mocht worden? Ja, zeker. Alleen ik vond het... je kon zien dat het gewoon niks aan de hand was. En het verbaasde mij dat hij floot. Ja, en op het moment dat hij floot, weet je dat hij ook rood kan geven. Want het is eigenlijk een doorgebroken speler. Maar er was in principe helemaal niks aan de hand. Dus wat dat betreft was dat een goede uitkomst, videoref. Je ziet als NEC even druk zet, wat jullie de tweede helft deden, meteen op hun 16 vast. Ja, dan weet NAC het niet meer. Nee, daar hadden ze problemen mee. En ik had ook het idee dat ze er een beetje doorheen zaten, weet je wel, fysiek gezien. En daar profiteerden wij wel aardig van. Alleen het gaat om goals maken. Als je het positieve punt uit deze wedstrijd haalt en naar zondag gaat, dan kan je echt... Ja, kan je met een positief gevoel die kant op gaan, ja. En dan gaan we er zondag alles aan doen om het tijd te keren. Want dan hebben wij 13.000 supporters in onze rug. Dus, ja, je hoorde ze vandaag ook al af en toe, maar ze werden behoorlijk overstemd door NAC-publiek. Herinner je dat dan aan je tijd bij Willem II? Of? Ja, absoluut. Ik wilde ook heel graag winnen van hun. Door dat verhaal eigenlijk. Maar ik vond onze supporters ook fantastisch. Al zaten ze maar in een kleiner vak dan het stadion, maar je hoorde ze continu. We'll be right back.